Het is nog steeds zeer onrustig op de beurs. Dat begon eigenlijk vorige week al toen ik ook die video maakte over het coronavirus. Inmiddels zijn we zeg maar anderhalve week verder en het is nog steeds zeer onrustig op de beurs. We zien eigenlijk elke dag wel nieuwsberichten waarin beurskoersen genoemd worden. En dat is geen positief teken, want telkens zien we juist flinke dalingen op de beurs. En juist die dalingen laten ze natuurlijk weer in het nieuws zien. Zo openden gisteren de meeste Europese beurzen, waaronder de AEX, zeg maar min 7% in de ochtend. Ook de Amerikaanse beurzen openden op die manier. De S&P 500 werd zelfs 15 minuten stilgelegd, want bij verliezen van 7% of meer gebeurt dat automatisch. En ook de komende tijd kunnen we dit soort nieuwsberichten en dalingen op de beurs nog zeker wel verwachten. Ik merk dat veel mensen op zoek zijn naar informatie, wat er aan de hand is, wat ze kunnen verwachten. En dat is dan ook wat ik in deze video wil gaan bespreken. Ten eerste gaan we eigenlijk een samenvatting doen van zeker de laatste paar dagen, maar eigenlijk de laatste anderhalve week. Zijn er nog dingen die ik zelf heb gedaan? Heb ik nog aankopen gedaan of hou ik bepaalde dingen in de gaten? En wat zijn mijn verwachtingen eigenlijk voor de komende paar weken, paar maanden? Al die informatie komt dus in deze video, dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Vorige week was het dus vooral het gedoe op de beurs en eigenlijk overal wel in het nieuws rondom corona. Maar sinds het afgelopen weekend is er eigenlijk nog iets bijgekomen. En dan heb ik het natuurlijk over de olie. Want een grote reden waarom de beurzen gisteren met min 7% openden was niet alleen corona, maar zeker het olie, de crisis, het gedoe wat er eigenlijk speelt op dit moment. Gisteren zagen we namelijk de prijs van een vat brandolie met 25% dalen naar $33. En dat is echt het laagste punt in heel veel maanden tijd. Dat komt natuurlijk vanwege een plan van de OPEC-landen om eigenlijk de olieproductie te verlagen. En daarmee juist de prijs van olie omhoog te krijgen. Omdat er minder aanbod is, waardoor natuurlijk de prijs automatisch toe gaat nemen. De OPEC-landen hadden hier wel een overeenstemming over, maar Rusland doet hier niet aan mee. Rusland is geen lid van de OPEC, maar wel een bondgenoot. Alleen dat wil niet zeggen dat ze dus de beslissing van de OPEC moeten volgen. En juist omdat ze dat niet van plan waren, is Saoedi-Arabië het grootste land wat betreft olieproductie eigenlijk een soort van prijzenoorlog begonnen tegen Rusland. Door juist heel veel olie op te pompen, de productie op te voeren, gaat de prijs van olie naar beneden. Op die manier zou natuurlijk Rusland erg getroffen worden, want de olie die zij oppompen, pompen zij op tegen een lagere koers. Daar verdienen ze minder aan. En op die manier probeert eigenlijk Saoedi-Arabië Rusland weer aan de onderhandelingstafel te krijgen om toch mee te doen in hun beperking van de productie van olie. Dat is dan misschien weer iets voor de lange termijn, want op de korte termijn zul je juist nu zien dat je heel veel aanbod hebt. Niet alleen Rusland is volop bezig met de olieproductie. Ook Saoedi-Arabië heeft echt records op dit moment. Dat wil zeggen dat er enorm veel aanbod is van olie. Tegelijkertijd heel veel onzekerheid ook wel bij beleggers. En natuurlijk omdat het aanbod heel erg hoog is, de vraag is juist laag. En af is eigenlijk niet veranderd, maar zeker lager dan het aanbod, zul je zien dat de prijs van olie dus daalt. En niet zo'n beetje ook, maar met 25% dus eergisteren. En dit is dus iets wat de laatste paar dagen speelt. En dat zal niet volgende week al opgelost zijn, verwacht ik. Dit is zeker nog iets wat de komende weken, misschien zelfs al maanden, invloed gaat hebben op eigenlijk de beurskoersen over de hele wereld. En dan komt er eigenlijk meteen nog een andere gedachte bij mij naar boven. En dat is peak oil. Sommige mensen, misschien de mensen die vooral met olieaandelen bezig zijn, zullen er wel ooit van gehoord hebben. Er komt een moment dat de oliekoers zeg maar een hoogtepunt bereikt. Dat heeft ermee te maken omdat dan op een gegeven moment het aanbod groter is dan de vraag. De vraag gaat misschien wel afnemen. Ik ben zo iemand die juist denkt dat dat af gaat nemen omdat elektrisch rijden bijvoorbeeld steeds populairder wordt. En er komt op een gegeven moment een punt dat het steeds minder interessant wordt om olie naar boven te pompen. Om die productie zeg maar aan te gaan omdat de koers daalt. Nou, het zou zomaar kunnen zijn dat dit eigenlijk al een voorbeeld hiervan is. En dan vooral ook de manier waarop landen gaan reageren. We zien nu landen zoals Rusland of Saoedi-Arabië heel veel olie oppompen. Nu het nog wat geld waard is, zou ik denken, halen ze het nog snel uit de grond en kunnen ze nog wat aan verdienen. En dat is dus een gedachte waar ik mee zit. Ik wil niet zeggen dat het waar is. Ik ben niet helemaal thuis in de olie en alles wat ermee te maken heeft. Maar houd daar denk ik zeker wel rekening mee. En natuurlijk is het niet alleen de koers vanwege dit nieuws rondom die soort van prijzenoorlog tussen deze twee landen. Het heeft ook nog steeds gewoon met corona te maken. Omdat er wereldwijd minder geproduceerd wordt. Er gaan minder mensen werken, dus minder gereisd wordt er. Misschien wordt er ook wel minder gekocht, al dat soort dingen. De wereldeconomie gaat een beetje een tandje lager, waardoor er dus minder olie nodig is. Dus er is minder vraag, waardoor natuurlijk altijd de koers al gaat dalen. Alleen die combinatie van deze twee, dus corona en deze prijzenoorlog, zorgt natuurlijk wel voor dat het echt heel erg hard gaat dalen.
En dan komen we eigenlijk meteen aan bij het tweede onderwerp van deze video. En dat is natuurlijk het coronavirus. We zagen het begin van deze week dus de AEX openen met min 7%. En ook de beurzen in Frankfurt en in Londen gingen met min 7, min 8% begonnen ze de week. Naderhand 's middags, Nederlandse tijd tenminste, was dit hetzelfde geval in Amerika. Dus eigenlijk wereldwijd zagen we flinke dalingen. Zo flink zelfs dat in Amerika, zoals gezegd, de S&P 500 stil werd gelegd voor 15 minuten. Dat is dus iets wat automatisch gebeurt. Wanneer die beurs 7% zakt in een heel korte periode, of misschien op die dag, dan wordt automatisch een pauze van 15 minuten ingelast. Dan ligt de beurshandel stil, zodat eigenlijk wat meer rust wordt gecreëerd op de beurs. Naderhand gaat de beurs dan weer automatisch open. Daalt de beurs dan nog verder naar een min 13% op die dag, dan komt er wederom een pauze van 15 minuten. En zou na die pauze de beurs nog verder doorzakken naar beneden, dan is het zo dat bij min 20% de beurs automatisch gesloten wordt voor de rest van de dag. Nou, dat was dus in ieder geval, het was maar één keer een kwartier gesloten. Maar dat zijn dus de maatregelen die automatisch getroffen worden om eigenlijk een beetje de paniek in zo'n land en dus het volop verkopen waarmee de economie getroffen wordt vast en zeker dat eigenlijk wordt beperkt. En we zagen op alle beurzen dus flinke verliezen, ook op de S&P 500 zoals gezegd. Maar die dagen dat er flink verloren werd, werden ook afgewisseld met dagen waarop er best wel wat te verdienen valt. Het was niet zoveel te verdienen als zeg maar dat er verloren werd. Maar ook deze dagen van winsten waren zeker wel de hoogste in enkele jaren of sinds de afgelopen crisis. Dus we hadden de slechtste beursdagen de afgelopen week, maar tegelijkertijd hadden we eigenlijk de beste beursdag. Dus als je altijd denkt van, ik kan het moment wel plannen wanneer ik ga kopen, ik wacht er nog even af, dan zul je weer zien dat, wat ik al vaker heb geroepen en wat uit onderzoeken blijkt, dat het heel moeilijk is om te plannen. Juist dus omdat er momenten zijn dat het heel erg hard daalt, maar waarschijnlijk de dag erop in één keer best wel een flinke stijging te behalen is. En op die manier valt het op zich allemaal wel weer mee. En we hebben het straks al over olie gehad, maar ook zeker olieaandelen waren heel erg interessant de laatste tijd. Interessant in een negatieve zin, want ze vielen juist daardoor op. Shell was volop in het nieuws. Het aandeel opende met min 22% afgelopen maandag. En achteraf herstelde dat wel weer iets, maar uiteindelijk sloten ze met min 12, min 15% geloof ik die dag. Een echt grote verliezer was trouwens ook Fugro. Dat is een bedrijf wat vooral onderzoek doet, bodemonderzoek voor de gas- en olieindustrie. Dus ook die werd hard getroffen en die sloot geloof ik zelfs met min 25% afgelopen maandag af. Dus niet alleen olie zelf werd getroffen, ook de bedrijven natuurlijk gerelateerd aan olie werden hard getroffen. En nou is Shell zo'n aandeel dat heel erg in trek is bij dividendbeleggers. Ze betalen best wel goed dividend uit. Zeker de laatste tijd daalde de koers, wat dus eigenlijk de dividendverhouding omhoog ging automatisch. Nou is natuurlijk alleen de vraag, gaan ze dat op deze manier volhouden? Ik geloof dat ik het in de vorige video heb besproken dat inmiddels zo dividend rond 8% lag. Nou, de koers is nog verder onderuit gegaan, dus dit percentage is hoger. Alleen is het afwachten of Shell natuurlijk dit dividend blijft uitbetalen, of dat ze waarschijnlijk het dividend gaan verlagen. Op deze manier kunnen ze natuurlijk voor zorgen dat ze meer geld in het bedrijf houden, dat ze kunnen investeren in hun toekomst. En dus mensen die echt Shell kopen puur voor het dividend, is dat zeker alweer een interessant iets om naar te gaan kijken van wat verwachten van Shell, wat doet niet alleen de koers, maar wat gaat er gebeuren met het dividend. En tijdens mijn vorige video vroeg ik jullie al wat jullie mening was, hoe jullie gingen reageren op deze markt. Was er paniek bij jullie of hadden jullie zoiets van, ik heb een lange termijn visie, ik geloof het allemaal wel. Ik wil je trouwens wel vragen om nogmaals je mening achter te laten, de poll in te vullen om te kijken hoe jullie er nu tegenaan kijken. De vorige keer was het zo dat de meeste mensen gelukkig allemaal dachten van, ik zie alleen maar kansen, ik ga beleggen voor de lange termijn, dus alles wat nu goedkoper wordt, kan ik alleen maar meer kopen. Of ik ga alleen maar extra inleggen om juist te profiteren van deze koersen. Dus dat was op zich wel positief, denk ik. Want dat betekent dat jullie een plan hebben, dat je niet te veel geld belegd hebt, dat je juist een buffer hebt misschien wel om ook extra te kopen in dit soort momenten. Dus dat lijkt me zeker interessant. En dat is ook de manier waarop ik heb belegd de laatste dagen, laatste weken. En op die manier merken we natuurlijk op dit moment niet zoveel van. We profiteren er misschien alleen maar van. En voordat we gaan kijken hoe ik heb geprofiteerd, welke aankoop ik heb gedaan de afgelopen week, wil ik je vragen, vind je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik wat jullie leuk en interessant vinden. Kan ik meer video's maken over dit soort onderwerpen. En meer mensen krijgen natuurlijk mijn video te zien op YouTube. Dus dat is alleen maar goed voor het kanaal. En wil je zelf nou meer video's zien? Ik maak elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus klik hieronder op abonneren. Kijk eventueel op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. Maar dan gaan we nu dus kijken naar mijn aankopen van de afgelopen week. En ten eerste is dat weer Tesla geweest. Ik heb 1 aandeel van Tesla gekocht. Ik geloof tegen een koers van $618. Ik had eigenlijk niet zo het idee van,
ja, ik heb al 25 aandelen Tesla. Het was al een best groot gedeelte van mijn portfolio, van mijn belegd vermogen. Ik wil het aan de ene kant niet echt uitbreiden. Aan de andere kant, de energiesector is zo'n sector die hard werd getroffen vanwege juist die sterke daling bij olie. Het rare daarvan is dat juist die sector getroffen wordt omdat ja, deze sector in één keer minder interessant wordt. Als de prijs van olie daalt, zal uiteindelijk ook bijvoorbeeld benzine dalen en is dus energie goedkoper en is dus alternatieve energie, schone energie, is dan minder interessant. Waarschijnlijk is dat ook een reden geweest dat Tesla best wel hard getroffen werd die dag. En daar heb ik natuurlijk van geprofiteerd. Al is het maar in de vorm van één aandeel van zeg maar $618, maar in ieder geval een stuk minder dan dat het een maand geleden was. Dus hopelijk kunnen we daar nog een beetje rendement op maken de komende tijd. Maar ik heb gisteren ook gewoon 5 aandelen van VWRL gekocht. Het Vanguard All World Fonds. Gewoon wereldwijde spreiding. Ook dat fonds was natuurlijk weer in koers gedaald. En dat is eigenlijk wel een fonds waar ik steeds meer geld in wil stoppen. Ik heb eigenlijk best wel veel geld zitten nu in specifieke aandelen. Terwijl juist zo'n fonds wat ik aan iedereen aanraad, dat ik daar zelf vond dat ik daar nog niet genoeg in had zitten. Dus ik ga zeker, zoals dit moment, zeg maar €500, 5 aandelen per keer kopen. Om in ieder geval mijn positie hierin uit te breiden. En zo doe ik dan telkens kleine aankopen. Ja, ligt eraan een beetje hoe je aankopen klein kunt beschouwen als het telkens rond €500 gaat. Maar ja, dat geld heb ik nou eenmaal de laatste tijd opgespaard. Juist voor dit soort situaties, dat ik daarvan kan profiteren. En ik blijf ook telkens in dit soort stapjes beleggen. Ik ga niet in één keer alles investeren, omdat ik nu denk dat dit het juiste moment is. Dat moment kan ik niet zeggen wanneer dat is. Dus wanneer de prijzen gewoon blijven dalen, zal ik blijven bijkopen. Ja, eigenlijk gewoon om te profiteren en dus dollar cost averaging toe te passen. Je aankoopprijs telkens door deze aankopen naar beneden te verlagen eigenlijk. En daar dus op de lange termijn, waar wij voor beleggen, het rendement te verhogen. En dan komen we daarmee aan bij het laatste onderdeel van deze video. En dat zijn mijn verwachtingen voor de komende tijd. Nou, we zien eigenlijk dat hier in Brabant, waar ik vandaan kom, waar je misschien wel hebt gehoord, dat daar al best wel veel maatregelen zijn getroffen. Ook gisteren nog zijn deze maatregelen eigenlijk verscherpt. Grote evenementen werden afgelast of eigenlijk gewoon verboden. Het wordt afgeraden om, ja, eigenlijk als je kan, werk dan thuis. Probeer zoveel mogelijk contact met anderen te voorkomen. Dus dat is eigenlijk wel best dicht bij huis, zeker in mijn geval. Maar ja, het is sowieso binnen Nederland al het geval. Dus voor veel mensen is het al, komt het al best dichtbij. We zagen natuurlijk afgelopen weekend en ook afgelopen dagen dat eerst in het noorden van Italië, later ook heel Italië eigenlijk werd afgesloten, zoals je het kunt noemen. Dat heeft natuurlijk best wel grote impact. En dan valt het natuurlijk nog wel mee in Amerika, de grootste wereldeconomie met zo'n 60% van het totaal van de wereld. Maar het is natuurlijk afwachten tot het daar eigenlijk toe gaat nemen. We zien natuurlijk dat het in China en dat soort landen rondom die regio, dat het daar afneemt. Dat we daar waarschijnlijk over de piek heen zijn. Maar dat we juist in Europa of de rest van de wereld eigenlijk pas aan het begin staan. Dat we dus eigenlijk al kunnen verwachten dat de komende weken, de komende maand, het hier nog steeds zal toenemen voordat we de piek hebben bereikt. Dat deze economieën misschien nog best wel getroffen kunnen worden. Zeker als je gaat kijken, in Nederland hebben we best wel goede gezondheidszorg. Maar in de VS is dat een heel ander verhaal. Mensen zijn daar heel anders verzekerd als ze al verzekerd zijn tegen dit soort dingen. Dus mensen stellen het misschien daar wel uit, waardoor het alleen maar extremer kan worden. Dat mensen elkaar misschien eerder gaan besmetten op die manier. Dus dat is zeker nog iets om rekening mee te houden. En nou is het natuurlijk zo dat we elke 10 jaar ongeveer een crisis hebben, een recessie. Ja, laten we het gewoon maar crisis noemen. En dat nu dus al meer dan 10 jaar duurt. Dat heeft er onder andere mee te maken dat we natuurlijk op monetair beleid de afgelopen jaren al flink wat dingen zijn gedaan. Ook de afgelopen week zagen we dat in Amerika de Federal Reserve heeft daar de rente verlaagd. Die stond daar nog op 1,75%. Die is verlaagd naar 1,25%. Juist eigenlijk als tegemoetkoming aan de economie, aan beleggers. Om daar in ieder geval ja, geen paniek te veroorzaken, maar juist eigenlijk meer rust. Dat soort dingen op de beurs te krijgen. Het enige nadeel is, in Europa zitten we al op de 0%. En ook in Amerika is er steeds minder ruimte om dit soort dingen toe te passen. Dus mocht er binnenkort een crisis komen, misschien is dit het aanloop, misschien is hem dit al, dat weet ik niet. Maar de kans is dat we iets kunnen gaan bestrijden met monetair beleid is natuurlijk steeds minder omdat we dat de afgelopen jaren al hebben toegepast. Waardoor we eigenlijk de slagkracht die we normaal zouden doen op een crisis nu wel ja, een stuk verminderd hebben en niet meer nog verder rentes kunnen verlagen. Dus het is zeker de vraag van als er een crisis komt of als dit zijn eigen doorzet, hoe hard worden we dan getroffen? Afgelopen crisis was dat geloof ik 40%. De kans is dus dat het nu harder gaat toeslaan is een stuk groter. Maar hoeveel en wanneer, dat is nog steeds onduidelijk. En misschien vraag je je dan af van is het nu nog steeds wel het moment om te beginnen of juist op extra te beleggen? Nou, dat heb ik eigenlijk al in 2 eerdere video's behandeld. Ik zal ze trouwens hier even linken, maar ook zeker onder deze video zetten. Dat is de video van vorige week over het beleggen tijdens het coronavirus.
waar je op moet letten, die is wat actueler. En een video van zo'n 6 maanden geleden, geloof ik, over het beleggen tijdens een crisis. Dat is eigenlijk ook, ja, heel veel onderzoek komt daarin terug van hoe ga je reageren, wat heeft het verleden aangetoond en wat kun je misschien wel op dit moment toepassen om er het beste van te profiteren, of er in ieder geval het beste van te maken. En als we dan gaan kijken voor wat ik voor de komende week of maanden verwacht, nou, aan de ene kant zijn dus rentes verlaagd, zeker in Amerika. Dat is meestal interessant voor aandelen, omdat juist als rentes verlaagd worden, sparen en obligaties minder interessant worden, waardoor juist eigenlijk aandelen automatisch extra interessant worden. Meer mensen gaan over naar aandelen. De vraag neemt dus toe en daardoor zullen meestal ook de koersen van aandelen stijgen. Maar ook zeker olie blijft nog een rol spelen. Ik verwacht dus niet dat olie heel snel weer zal herstellen van waar het 2 weken geleden stond, zeg maar. Dat zal meer tijd nodig hebben. Dat heeft misschien nog wel maanden de tijd nodig. En lage koersen van olie is vaak goed voor de economie. Ja, energie is dan in principe goedkoop, waar veel mensen van kunnen profiteren. Niet alleen thuis, maar ook zeker bij bedrijven daar kunnen van profiteren. Dat is eigenlijk dus goed voor de economie. Dus eigenlijk de lage koers van olie en de verlaagde rente ziet er eigenlijk positief uit voor de economie. En dat is dus eigenlijk zonder al te veel rekening te houden met corona. Maar zoals gezegd, als dadelijk over een maand waarschijnlijk de meeste landen ook wel hun piek hebben bereikt en het waarschijnlijk wel weer in gaan dammen, af gaat nemen, zou het zomaar kunnen zijn dat we eigenlijk deze recessie, zeg maar, weer voorbij zijn. Dat we achteraf denken van, oh, wat hebben we toch veel paniek gemaakt om misschien eigenlijk niks. Overreacties. Misschien zijn het wel juist de systemen van grote instellingen die automatisch gaan verkopen wanneer het flink blijft dalen, waardoor het alleen maar vergroot wordt, het effect. Ja, dat is dus allemaal weer een soort van glazen bol voor een komende tijd, maar in ieder geval wel mijn verwachtingen. En daarmee wil ik dan ook eigenlijk deze video afsluiten. De titel is ook al Paniek op de beurs. Zoals gezegd, de combinatie van corona en zeker nu met olie erbij, dat heeft zeker wel voor paniek gezorgd. De meeste beleggers, niet per se bij mij. Al is het wel vervelend om te zien dat op sommige dagen, zoals afgelopen maandag, ik waarschijnlijk zo'n 7000 euro belegd vermogen soort van heb zien wegvloeien. Gisteren kwam er gelukkig wel weer wat bij en ja, dat hoort gewoon bij beleggen. En dan is mijn laatste vraag ook aan jou van, wat denk jij hier nou over? Wat zijn jouw verwachtingen? Wat heb je de laatste tijd gedaan? Wat is jouw mening op mijn mening in deze video bijvoorbeeld? Nou, laat dat allemaal weten in de reacties onder deze video. Dus als je opmerkingen hebt, nog tips, vragen misschien wel, laat ze in ieder geval daarachter. Dan kan ik daar reageren of ik neem het waarschijnlijk misschien wel weer mee in een video volgende week als we nog steeds in dit soort situaties zitten op de beurs. En dan wil ik je tot zover weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Op die manier weet ik wat jullie interessant vinden en kan ik meer video's maken over dit soort onderwerpen. En meer mensen krijgen deze video te zien op YouTube, waardoor het natuurlijk goed is voor het kanaal, dat het kanaal nog kan blijven groeien. Wil je zelf nou nog meer video's zien? Ik maak elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik hieronder op abonneren, klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En zie ik je graag in de volgende video terug.